zit in. Lang zal die leven in de glorie, in de glorie, in de glorie. Hip hip hip, hoera! En toen was het ineens zover. Vos is alweer 3 jaar vandaag. En die afgelopen 3 jaar zijn voor mijn gevoel echt zo snel gegaan. Hij is nu echt zo'n jongetje wat heel veel fantasie heeft. Echt super bijzonder. In ieder geval, 3 jaar geleden was de bevalling al lang begonnen. En op 25 november om 22:00 s'avonds. Uiteindelijk werd hij om 20:30 vanavond pas geworden. Dus op 26 november. 3 jaar geleden zaten we er middenin. Waren we nog midden druk bezig. Dus dat is altijd wel apart. Ik weet niet, als jij moeder bent, ga je ook altijd terug naar... Blijf je teruggaan, zeg maar, naar dat moment. Vooral het eerste jaar vond ik dat wel echt opvallend. En zo meteen komt... Nout! Nout komt zo. Dus daar wachten we nu op, hè? Nout! Nout en zijn papa en mama. En dan komen vanmiddag ook nog allemaal opa's en oma's. Dus dat wordt een leuke, gezellige zondagverjaardag. Kerstige. Dat speelden wij vroeger als kind dan, maar ze hebben het nu blijkbaar weer om. Het is nooit weggegaan. Vos vindt het ook echt super leuk. Vind je het leuk? De verjaardag alweer van Vos. Oh, we zijn gistermiddag gewoon helemaal vergeten om nog meer te filmen. Dus toen alle gasten kwamen rond 2:30, 3 uur, opa's en oma's en nog wat vrienden en nog wat kindjes. Maar had ik het zo druk met alles regelen en eten klaarmaken, taart aansnijden, dat we helemaal niet toekwamen meer om te filmen. Vanochtend hebben we Vos al net even weggebracht naar de opvang. En hij heeft lampionnetjes voor ieder kindje meegenomen met allemaal lekkers daarin. Dus ze waren helemaal onder de indruk van zijn tractatie. Dus eigenlijk gaat het feestje vandaag voor hem wat verder. Hij is gisteren zo erg verwend. Ik kan wel even laten zien wat hij ongeveer gekregen heeft. Hij heeft van mijn ouders, dus van opa en oma, deze leuke parkeergarage gekregen van Plantoys. Heel leuk van hout met... Een wasstraatje en een liftje en nog een bijbehorende helikopter. Vos is dus ook helemaal weg van Paco. En van vrienden van ons heeft hij Paco en Mozart boekje gekregen. Echt superleuk als je dat nog niet kent. Dit is echt een top cadeau voor kindjes, vind ik. Ook heel leuk om weg te geven. Je leest dus echt een verhaaltje. En doordat er best wel lange liedjes bij zitten, komt het plaatje wat meer tot leven.
Hoe leuk is dit? Dus Vos die heeft echt al een paar Paco boekjes. Even kijken, nog eentje. Nou ja, gaat dus best lang door. Ik vind dit dus echt heel erg leuk. Die heeft hij trouwens ook gekregen. Een nieuwe cd met Sesamstraatliedjes. Daar is hij ook helemaal weg van. En hij heeft van ons een fiets gehad. Deze mooie gele Veloretti fiets. Dat is nog even oefenen met zijn balans en evenwicht. En waar Vos op dit moment het allerblijst mee is. Is deze Woody Pop. En Woody kan ook praten. Vos is dus helemaal weg van Toy Story. Leuk om mee te spelen. En je autootjes heb je. Dit zijn trouwens echt hele relaxte autootjes. Die rijden echt super goed. Check. 1, 2. Hoppatee. En heb voor zijn verjaardag ook een Hummer gekregen. Hummer. Ah ja. Stel jij de show hier? Ja. Ik heb nieuwe kleding gekregen. Zoals, laat je kleding maar zien. Moet je even hier gaan staan? Oh. A genius boy. Zijn die mijn woorden? Staat op t-shirt. Ja, ik zeg maar genius. Rich. Boy. Broek. Ja, broek. Is een boy. Hij heeft ook een Hummer gekregen, heb je dat al gezegd? Nee. En dat is bestuurbaar, dus nee. Laten we kijken hoe die het doet. Wow. Oh. Nou, dit is meer voor papa. Ja. Zeg maar meneer, dan moet je weer proberen te pakken. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe dag. Ik heb net kauwgom in mijn mond gedaan. Heel smal. Heel handig, heel smakelijk. Om dan te beginnen met vloggen. Niet heel handig. Maar wij gaan onderweg naar het eerste bloedprikavontuur voor Vos. En we vinden dat allebei een beetje lastig om aan te pakken hoe we dat nou het beste kunnen doen. Ja. Hij moet 3 buisjes bloed prikken, omdat ik heb een ontlastingsonderzoek bij hem laten doen. En daar kwam uit naar voren dat er waarschijnlijk een voedselintolerantie is. Vos eet sowieso best wel moeizaam, groente en allemaal dat soort dingen. Dus ik probeer altijd smoothies te maken of ja, spinazie door pannenkoeken te doen en dat soort dingetjes. Het enige voordeel is dat ik ook bloed moet prikken. Dus ik denk dat ik gewoon nu eerst ga en dat hij dan na mij gaat. En dan hoop ik gewoon dat hij het allemaal wel prima vindt. We gaan ook wat leuks doen vandaag. We gaan de kerstboom ophalen. Jippie, daar heb ik heel veel zin in. Ik weet niet of we er al aan toe komen om vandaag ook daadwerkelijk te versieren. Of hij genoeg geacclimatiseerd is. En anders doen we dat morgen of in de loop van deze week. We hebben het gehad. Hij deed het eigenlijk heel goed. Ik had eerst geprikt en heel goed uitgelegd. En toen zei hij, nou nu ik. Ja, dus dat was heel stoer. Heel dapper inderdaad. Ze ging heel vrolijk bij mama op schoot. Maar ja, we moesten hem natuurlijk in de houtgreep houden. Dus er kwam nog een vrouw bij en ik hield hem vast. En nou ja, ik denk dat dat al een beetje erg indrukwekkend was. En toen het prikje en dan zie je natuurlijk, hij zag het. En toen moest hij heel hard huilen. Dus het was heel zielig. En nu zit hij achterin, hè, onze dodo. Onze dappere dodo. Lievertje, hè. Gaan we nu even naar opa en oma. Even vertellen hoe het is gegaan. Of in ieder geval kan hij daar even zijn verhaal ook nog even kwijt. Het is super vies weer en dat houdt in een super vieze auto. En als ik ergens niet van houd, dan is het een super vieze auto. Dus
We gaan met z'n allen in de Bastra. Dit is Vos' favoriete bezigheid in de bibliotheek. Is dat de kerst van Hans? Kerst van Hans. Kan hij dan nog gelijk binnen staan? Of moet hij nog achter? Nee, ik denk, het is best wel zacht vandaag. Dus ik denk dat hij gewoon naar binnen kan. Leuk, ik hoop dat hij nog net zo mooi is als dat ik hem zaterdag vond. En daar ligt hier de boom. Ze waren zo snel. Hij lag er al in voordat ik het tegen kon kijken. Maar goed. Oeh, hij ruikt wel lekker. Ja, als hij net zo snel staat als dat hij erin lag, dan ben ik hem mat. Vos was in slaap gevallen. Dus die heeft alle fun gemist. Maar nee, niet alle fun. Want we gaan de boom natuurlijk nog optuigen. Dus het komt helemaal goed. That winter comforts me. Mocht je nou ooit een t-shirt bestellen bij de Sassy Girl en wanneer je hem binnenkrijgt dat je dan denkt van Jezus, wat ziet dit er strak uit? Hé, hey, komt dus naar mij, hè? Check even. Mandes huis is die helpt gewoon even mee om de boel netjes en strak te versturen. Heel tof nieuws. Zo bescheiden als mijn vrouw is, heeft ze er nog helemaal niks over gezegd. Ze is natuurlijk veel te nuchter. Maar, zij werd benaderd door... Door Rose McGowan. Nou, eigenlijk door Johnny Casanova. Door Johnny Casanova. Ik dacht eens, wie is Johnny Casanova? Ja. Ik doe het uit stress helemaal verkeerd. Wacht even. Oh, ik ben pakketjes aan het inpakken. Oké, momentje. We zijn zo weer. Zo, ja, dat was ik. Nou, ik kreeg dus een berichtje via Instagram. Hoe leuk kan Instagram zijn? Dat maakt de wereld echt zo klein, Instagram. Maar goed, ik kreeg een berichtje van ene Johnny Casanova. Daar werd ik mee wakker. Je denkt ook, oké, het kan ook spam zijn of iets wat niet helemaal zuiver is. Maar ik ging zijn profiel checken en hij is dus content manager of content creator voor andere mensen. Waaronder Rose McGowan. En ik weet niet of jullie Rose McGowan kenden, maar zij is onlangs in het nieuws geweest vanwege... Hele affaire rondom... Harvey Weinstein. Zij is een van de eerste vrouwen geweest die zich heeft uitgesproken. Ik ken haar nog van Charmed. Ik was vroeger echt super nerdy, helemaal gek van Charmed. Anyhow, hij kwam dus mijn pins tegen en vooral de Futures Female pin. Dat is die in het donker. En deze. En super trots zei hij dus dat hij dat wilde gebruiken voor haar Instagram account. Dus dat vond ik al heel erg tof. Ik dacht, oké, ja, dat mag. Als je mij quote en hashtagt en al dat soort dingen, dan vind ik het goed. En nu mag ik dus ook pins opsturen. En nu hoop ik natuurlijk dat ze dat gaat dragen. Dat zou echt al tof zijn. Dus ik stuur nu in dit heerlijke holografische envelopje wat pins toe. En het is gewoon een heel gek idee dat je misschien pins aan het inpakken bent voor een of andere Hollywood actrice. En
Ja, ik ben ook heel nuchter. Dus op zich hou ik het ook altijd wel een beetje normaal. Ik bedoel, iedereen is gewoon mens. En zij ook. Maar toch is het wel heel tof dat je opgepikt wordt. Ik heb er ook heel veel nieuwe volgers bij. Dus het heeft wel wat gedaan, hè? Ja, dat is wel echt super leuk. Dus, stay tuned. Woehoe! Zo, terwijl wij de kerstboom aan het optuigen zijn en we nog niet in de Tini en Lau sferen zijn en wat nu nog gezellig is. Oh ja, de Tini en Lau sferen. Sluiten we de vlog af. De lichtjes gingen in één keer goed, die waren goed opgeruimd vorig jaar. Ja, ja, dat scheelt weer. Dus, nee, alles gaat tot dusver goed. Ja, en het sneeuwt buiten, dus het is een en al gezelligheid, kaarsjes en binnenaan. Het is nog wel één grote rotzooi, maar dat komt straks weer goed. Maar we wensen jullie in ieder geval een hele fijne zondag. En mochten jullie ook met de kerstboom bezig zijn, dan heel veel succes. En dan zien we jullie hopelijk heel snel weer. Tot de volgende keer. Doei.